Vandaag op de barbecue een Vlaamse klassieker. Konijn met pruimen gestoofd in bier uit de Dutch oven. Ik ben Dennis, dit is Noskos Barbecue en vanuit mijn achtertuin laat ik zien hoe ik jij beter kunt barbecuen. Dat doe ik met recepten, tips, tricks en reviews. Denk je daar wil ik niks van missen? Abonneer dan vooral op mijn kanaal. Druk even op die bel naast de abonneerknop en dan krijg je van YouTube een melding als er weer een nieuwe video online is. Vandaag gaan we dus aan de slag met konijn. We zijn dol hier thuis op konijn. Dat is een van de dingen die eten we altijd met kerst. Dan maken we het zoals mijn moeder dat altijd deed. In de pan stoven met boter. Totdat het bijna uit elkaar valt. Echt heerlijk. Maar ik vind ook op andere manieren lekker. En een van die manieren is konijn gestoofd in bier met pruimen erbij. Typisch Vlaamse bereidingswijze. En ja, dat at ik vaak in Antwerpen. Bij de Groenplaats van een klein restaurantje. En die serveerde dat. Had allemaal typisch Belgische dingen zoals paling in het groen en zo. Maar ook dat konijn. Helaas is dat zaakje ter ziele gegaan. In de vaart der volkeren zit er nu een fastfood pizza toko in hetzelfde pandje. Heel erg jammer. Maar gelukkig zijn er online genoeg recepten om het zelf te maken. Het is niet zo heel erg moeilijk. Het meeste wat het kost is tijd. Want ja, dat heb je met al die stoofgerechten. En daar is een Dutch oven, zo'n grote gietijzeren pan, ideaal voor. En ik ga je vandaag laten zien hoe ik dat doe. Dus laten we aan de slag gaan. En laten we eerst de keuken induiken. Een tijdje geleden was ik bij Beef & Steak. En dan vroeg Matthijs of ik wel eens wat met konijn deed. En dan vind ik konijn heerlijk. Dus die stopte me een heel konijn in mijn handen. En kijk maar wat je daarmee kan maken, zei hij. Dus dan gaan we dat Vlaamse stoofpotje mee maken. Het eerste is dat je hem in stukken moet opdelen. Je kan hem in zijn geheel bereiden, maar ja, dat is niet echt handig natuurlijk. Dan moet je wel een hele lange pan hebben of je moet hem krom leggen. Je begint bij de achterpoten uit elkaar te buigen. Ik kan het ook andersom doen. Pak je een scherp mes. En ja, zoals altijd gebruik ik daar mijn Victorinox voor. En dan snij je langs de ruggengraat. Dan zit hier altijd zo'n gewrichtje waar je langs moet. Eigenlijk is het een beetje net zoals dat je met kippen aan de weer gaat. Vaak een kwestie van voelen. En dan snij je het langzaam langs de ruggengraat weg. En dan heb je één boutje eraf. Nou, dat herhaal je met de andere kant. Dan heb je boutje nummer 2. Nou, dan heb je hier van die flappen zitten. Die kan je er aan laten zitten, maar ja, dat kookt een beetje gek. Dus die snij ik eraf langs de lenden. Hier zitten de lendes. Hier zitten ook de niertjes nog. Die mogen eruit. Die kan je apart meebakken. Dat deed mijn moeder vroeger altijd. Dus die mogen eruit met het vet wat erin zit. En dan heb je hier de haasjes. Zo. De kop doe ik ook niks mee. Dus die mag er ook af. Ja, het ziet er een beetje luguber uit. En je kan ook gewoon vier poten nemen als je dit niet leuk vindt om te doen. Of je kan aan je poelier vragen of die, of je slager of die je konijn opdeelt. Dat is allemaal geen probleem. Nou, hier wat vet op zitten. Nou, dat mag er van mij wel opblijven. Gaan we de poten eraf halen. Je snijdt onder de schouderbladen. En eigenlijk heb je hier geen bordje waar het aan vast zit. Je zal niet echt weerstand tegenkomen. Of één klein dingetje na, zie ik alweer. Nou, voorpootje. Pootje nummer 4. Nou, dan heb je hier de ribbenkast. Ja, daar is eigenlijk niet zoveel aan te verhapstukken. Dus dan zoek je de laatste rib op. En daar snij je eigenlijk langs richting de ribbenkast. Dat haal je aan de andere kant ook. Dan snij je tot aan de ruggengraat, bedoel ik. Als je dat hebt, dan breek je dat. En je snijdt dat netjes door langs die ruggengraat.
Dan kun je dat stuk dat je eraf gesneden hebt, kun je mooi gebruiken voor bouillon van te trekken. Een mooie wildbouillon of zo. Ja, qua vlees is dit niet echt heel rijk. Dus ja, dat soort snitten gebruik je daarvoor. Dat laatste stukje hier zo, daar heb je ook niet veel aan. Dus ook hier even dat stukje breken en wegsnijden. Even zoeken tussen die werveltjes waar je door kan. Ja. Zijn we dan heel end? En... ja, dat mag wel blijven zitten. Ja. Fatsoeneren we dit nog iets? Heb je hier je zadeltje met de twee. Als er nog wat orgaan in zit, dan mag dat eruit. Is dit dus het zadel met de twee haasjes. Dit stukje zou je nog in tweeën op kunnen delen, maar dat hoeft niet echt. En dan hebben we de voorpootjes en de achterpootjes. En dat is waar we mee aan de slag gaan. Nou, het eerste wat we doen is bestrooien met zout en peper. In dit geval begin ik met het zout. Dat mag best royaal, want het gaat ook nog de pan in, dus je raakt nog wel wat kwijt onderweg straks. En dan gaat de peper eroverheen. Nou, er is nog wat uien snijden voor erbij en dan is de voorbereiding wat dat betreft klaar. Dan kunnen we naar buiten. Voor ons konijn gebruik ik vandaag de Weber. Ik heb de twee bakjes aan de zijkant gezet. Dan gaat de Dutch oven nu boven. Zo, die mag dan even lekker opwarmen. En dan gaan we zo het konijn aanzetten. Nou, we beginnen met een mooie klont boter. Nee, je ziet mijn barbecue staat niet helemaal waterpas. Ik leg zo meteen even een stukje aluminiumfolie eronder, dat als dat wel hoort. Ik ga er gewoon een propje van maken, dat is een van de trucjes om dat op te lossen. Nou, als de boter uitgebruist is, dan mag het vlees erbij. Dan verdelen we de poot even. Of het vlees verdelen we even netjes in de Dutch oven. En dan mag een mooi korstje aankomen. Een stukje aluminiumfolie. Ja. En je ziet een klein stukje folie eronder. Dat staat allemaal een stuk netter. Dit lijkt mooi bruin worden. Dan een keer in de mond en doe het aan de andere kant hetzelfde. Tijd om te keren. En dit is niet een kwestie van dichtschroeien, ik zeg het wel vaker, maar dit is echt een kwestie van smaak. Dit geeft zoveel smaak, extra smaak aan je vlees. Dat is een hele complexe chemische reactie die daar gebeurt, die het gewoon een stuk lekkerder maakt. En dan mag de andere kant ook lekker bruin worden. Als het konijn mooi bruin is rondom, dan mag het uit de Dutch oven. Dan doen we nog een vers klontje boter in de pan. Dan zet ik hem even iets van het hete vuur af. Zo.
En dan mogen de uien erin. En die laten we even zacht koken. En dat kan best wel even duren voordat ze mooi bruin en zacht zijn. Het kan uit dat je er even af en toe van het vuur af moet halen. Maar ze moeten een beetje karamelliseren. Dus kook ze wat terug. Schuif ook af en toe je pan een stukje boven het vuur of weer terug als je denkt dat het te hard gaat. Ja, het is niet zoals een gasstel waarbij je het vuur wat lager kan zetten. Dus je kunt spelen met boven direct vuur of weg daarvan. Zo kun je een beetje die temperatuur regelen. Het is een beetje een primitieve vorm, maar dat werkt prima met dit soort dingen. Als de uien geslonken zijn, dan mogen de pruimen erbij. Het zijn gedroogde pruimen zonder pit. Die roer je er even door. Er mag een eetlepeltje bloem overheen. Dat is om alles te binden straks. Dan krijg je een wat dikkere saus. En we nemen een plakje ontbijtkoek. Dat verbreek je in blokjes er ook doorheen. Dat geeft extra smaak en dat geeft ook binding voor de saus straks. Dus dat komt mooi uit. En dat lost gewoon helemaal op. Dus daar hoef je helemaal geen zorgen over te maken. Dat roer je even goed door. Dan zit die bloem overal aan. Dan doen we het konijn terug in de pan. Zorg dat het netjes in één laag ligt. Met een beetje puzzelen lukt dat wel. Net lukte het ook dus. Nog wat laurierblaadjes tussen. Nog meer smaak. En dan komt het bier. Ik gebruik een Angus Triple. Deze hebben ze ook bij Beef & Steak. Dus mocht je konijn daar bestellen, bestel gelijk twee van die biertjes mee. En dat gaat in de pan. Nou, je hebt er ongeveer twee flesjes voor nodig. Laten we dat even lekker aan de kook komen. En dan gaan we de barbecue inrichten voor het stoofgedeelte. Voor het indirecte gedeelte. Maar eerst mag het aan de kook komen. Nou, als die lekker aan de kook is, dan is het tijd om de barbecue anders in te richten. Ik zet daarvoor de bakjes tegen de achterkant aan. In een soort V-vormpje. Op deze manier. Want dan heb ik heel veel ruimte hier zo voor mijn Dutch oven. En dan staat er niet echt direct iets onder. Dan kan het rustig stoven. Ik doe er meteen wat rookhout bij. Ik gebruik dit keer kersenhout. Dat past wel goed. Pas op, want dit is heet. Dan mag het roostertje er weer in. En dan mag de pan terug op het vuur. In de barbecue. Het eerste tijdje even zonder deksel. Want ja, we willen dat die rooksmaak in het eten komt. En dat krijg je alleen maar door de deksel eraf te laten. Dus voorlopig doen we hem zo. Laten we dit, dit begint alweer langzaam te borrelen, zie ik. De temperatuur 150, 160 graden. Dan kan dat rustig garen. Nou, zo om het half uur schep ik even wat jus over het vlees heen, zodat het niet uitdroogt. Je kan zien, het is allemaal wat dikker geworden. Dat komt door de bloem en de ontbijtkoek die erbij zit. Als je nou denkt, goh, ik hou wel heel weinig jus over. Het wordt wel heel erg weinig. Doe er dan nog wat water bij, want omdat die open is, verdampt hij nu. We laten dit nog even een half uurtje staan, tot alle rook, al het rookhout is opgebrand. En dan doen we het deksel erop. En dan draaien we ook nog een keer het vlees om, allemaal om te voorkomen dat het aan één kant droog wordt. En dan zullen we door totdat het helemaal gaar is. Dat zal zo'n 2, 2,5, misschien 3 uur duren. Maar voorlopig zijn we daar nog niet. Nou is dit tijd om een beetje te overgieten. Je dukt heel mooi in.
Het ruikt echt verschrikkelijk lekker ook. Oh. Is het wat mij betreft wel tijd dat de deksel erop mag? Zo, mag de deksel dicht en dan laten we hem nog een uurtje doorgaren en dan gaan we eens kijken of het vlees gaar is. Ah, de saus is mooi ingedikt. Ja, en hoe test ik dan? Eigenlijk gewoon door erin te prikken. Net zoals altijd, als het zo zacht is als boter, en dat is het, oh, dan is het klaar. Ja, en hoe serveer je dat dan? Eigenlijk hetzelfde zoals in België, met een paar aardappelkroketjes erbij, een frisse salade en dan is het echt smullen geblazen. Dat was hem dan, de Vlaamse klassieker. Konijn met pruimen gestoofd in bier. In de Dutch oven, kleine barbecue twist met wat rook. Geeft het net dat kleine beetje barbecue extra's. Echt heerlijk. Zou niet meer staan op een kersttafel. Vond je dit een leuk recept? Heb je er wat aan gehad? Like het dan vooral. Dat helpt het kanaal heel erg. Heb je vragen, opmerkingen, wil je gedag zeggen? Doe het in een reactie hieronder. En wil je meer van mijn video's zien? Abonneer je dan vooral op mijn kanaal. Druk op die bel naast de abonneerknop. Dan krijg je een YouTube melding als er weer een nieuwe video online staat. Op social media ben ik voornamelijk op Instagram actief. Daar vind je me onder Noskos Barbecue. En dat was hem dan weer voor deze week. Ik zou zeggen tot de volgende.